Moet u weg. Volgend jaar gaat het salaris iets omhoog. Er is een hele formatie in de gang. Formatievlog? Dag 21. 22. Leuk te kijken. Ja, leuk. Wat nou het probleem was? Ja, want weet je waarom? Oh. Weet je waarom? Oh, doe even die beweging. Hier even terug naar de heren van de formatievlog. Voelt hier gewoon volle bak wind. Oh, ja, maar zoek toch naar een plekje zonder wind. Dat is Vincent weer aan het proberen een plekje te vinden. Oh ja. Kijk, nee. Jump around. Jump around. Wat leuk dat je kijkt. Nee. Hallo. Jump up and get down. En zo. Zo. Duurt best wel lang, hè? Ja, oh, duurt eigenlijk best lang. Ja. Ja, maar we hebben deze week was het eigenlijk niet per se formatie alleen, hè? Zo'n mooie shot. Je kijkt helemaal zo bolen en dingen. Ja. Het is een ingewikkelde periode waar we in zitten. Het is ingewikkeld. Wat dit natuurlijk ingewikkelder maakt, is dat er ook een formatie aan de gang is. Hoe is het geluid? Ik zet hem iets harder. Ja, zo. Ja. Demissionair kabinet en die partijen die het eens moeten worden. Het feit dat er ook nog een formatie gaande is. Just cruising. Ja. Hier hebben wij huilend van het lachen naar gekeken. Wat is er gebeurd deze week? Ja. Eigenlijk best een hoop. Wat eigenlijk niet met formatie te maken had en toen opeens eigenlijk toch wel. De lerarensalarissen gaan omhoog, zoals de partij wilde. Maar hoeveel, dat moet nog blijken. Demissionaire kabinet is ermee gered. Ja, dat demissionaire kabinet, daar draaide het allemaal om deze week. Ja, en dan vooral om Lodewijk Asscher. Peace up, A-Town. Ja, de grote broek die hij had aangetrokken. Ja. Voor de zomer al. Als ik iets met die begroting te maken heb, dan komt er geld. Die is een paar keer wel op de enkels gezakt deze week, die grote broek. Ja. Heeft u dan met de grote broek aangetrokken? Eigenlijk wel, toch? Ik vind van niet, want uiteindelijk gaat het over het doel en dat bereik je. Nee, want hij heeft namelijk wel iets binnengehaald, hè? Hoe zou hij dat omschrijven? Ja, dat was een soort mooi woord voor... Ja. Laat me een compilatie zien. Een substantieel bedrag. Een substantieel bedrag. Een substantieel bedrag. Een substantieel bedrag. Substantieel iets gaat gebeuren. Een substantieel bedrag. Er komt een substantieel bedrag. Substantieel bedrag. Ja, ja, wat hij heeft binnengehaald is vertrouwen. Ja, is vertrouwen. Ja, vertrouwen. Vertrouwen geboden. Het vertrouwen. Dat vertrouwen is mij geboden. Ik heb het vertrouwen gekregen. En heeft mij het vertrouwen geboden. Vertrouwen wat mij geboden is door die vier andere partijen. Ik ben ook blij dat ik Partij van de Arbeid het vertrouwen kunnen bieden. Waarom hebben ze het dan nog niet geregeld? Ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Daar zijn ze gewoon nog niet aan toegekomen. Mensen vragen dan van, ja, wat zijn ze nou allemaal aan het doen in Den Haag? Nou. En waarom is het zo ingewikkeld? Ze willen toch allemaal geld voor leraren? Of voor onderwijs ook, vooral. Ja. Dus wat was nou het probleem van Rutte? Kunnen wij dat uitleggen? Ja, kunnen we wel. Ja? Ja. Oh, ik ben het demissionaire kabinet. Ja, ik ben, ja. En ik ben de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet. Ja. En Vincent, die is dan Rutte. Maar dat zie je ook. Zeg eens hi. Hi. Hoi, leuk. Hey, dat je kijkt. Hoi. We moeten door, anders komen we ook voor Rutte. Anders komen we in een tijdsquiz. Vervolgens zit je in een tijdsquiz. Een tijdsquiz. Dat is een nieuw woord, hè? Het demissionaire kabinet zit in de treffenzaal. Een beetje rechtop lopen voor het shot. Ja. En jasje dicht. Ja. Lodewijk, wat is er aan de hand? Wat zit je allemaal stoere dingen te zeggen in de media? Jij doet er heel lang over om een kabinet te vormen. Als ik doorregeer wil ik ook wat te zeggen hebben. Dus dan wil ik gewoon extra geld voor de lerarensalarissen. Ja. 270 miljoen. Mark, we hebben de afgelopen jaren samen hard bezuinigd. Ja. En nu komt het geld vrij. En dan kan ik er niet van profiteren. Dan gaan die andere partijen ermee vandoor. Ik vind het gewoon netjes als jij mij ook wat gunt. Ik wil een hard bedrag. Dan krijg je een handtekening. In deze begroting? Anders kun je de boom in met je kabinet. Nou. Dan zit je daar in je eentje in de treffenzaal. Je loopt nu te dreigen. Ja, dat klopt. Gert-Jan, precies. Siebrand, Alexander. Nou ja, zoek het maar met hem uit. Dit is echt geen zaak van ons. Nou, ik vind gewoon, natuurlijk moeten we het regelen, maar wel op het juiste moment en op de juiste plek. En dat is? Waar we praten over de formatie van een nieuw kabinet, zodat we alles met elkaar in verband kunnen brengen. Kom eerst zelf eens met een plan en zeg zelf duidelijk wat je dan van ons wil, wat jij redelijk vindt dat Lodewijk vraagt. Dus de conclusie is, ga maar terug. Doe eens een bot.
Vertrouwen. Vertrouwen dat mij geboden is. Daar is het vertrouwen geboden. Wij gaan het regelen. Oh, wacht. Dus je gaat het wel regelen. Maar dan wil ik garanties. Wat voor garanties? Dat het bedrag gewoon op 270 miljoen uitkomt. En ik wil dat ook horen van die piepersnijers met wie je nu zit te praten. Die nieuwe vrienden van je. Ja. We moeten iets aan het leenstelsel doen. Daar moeten ook de scherpe randjes vanaf. Er gaat geld naar de leraarslazen. Dat gaat gebeuren. Hoeveel dat precies wordt? Substantieel bedrag. Substantieel bedrag. Wat is substantieel, Mark? Meer dan weinig. Jij zit eigenlijk met je nieuwe vrienden met mijn geld te gokken. Want ik wil gewoon garanties. Hoe hard moeten die garanties dan zijn? Er moet vertrouwen zijn, er moeten toezeggingen worden gedaan. Hij wil een concreet bedrag. We gaan het ook proberen hier. Er gaat toch een bedrag worden vrijgemaakt voor verhogen van de lerarensalaris. Ja, prima. Maar ik vind eisen stellen in zijn positie vind ik echt belachelijk. Maar om ons dan in een tijdsqueeze te zetten... Een tijdsqueeze? Dat vind ik echt belachelijk. Zie je, want het is een serieuze aangelegenheid. Nee, ja. Nou, als die belt, neem ik niet op. Nee, dat is duidelijk. Gaat een substantieel bedrag worden opgenomen. Ik heb erover nagedacht. We willen allebei geen crisis. Ik heb nu zoveel garanties gekregen dat ik het maar moet aannemen dat het goed komt. Ik heb te accepteren dat zij niet zo ver zijn dat ze nu dat bedrag genomen. Reken erop, als het bedrag niet substantieel is, je hebt maar 76 zetels de komende 4 jaar. Je zult me nog nodig hebben. Dus zorg dat je me niet naait. Minimaal 200 miljoen. Hebben we nu een deal? Dat mag geen fooi zijn. Dan word ik niet alleen belazerd, maar ook al die leerkrachten. Geef me kijk, minimaal 200, dat kan ik niet. Het is substantieel, het is echt aanzienlijk. De leraarsalarissen gaan volgend jaar omhoog. Het is substantieel. Oh, daar komen ze samen hoor. Is substantieel het woord van de week? Dat is wel het woord van de week. Substantieel is het woord, ja. Substantieel. Substantieel. Ja, het vak is dan zo ingewikkeld en de Nederlandse taal is beperkt. Gaat het weer een beetje? Met mij wel, ja. Uiteindelijk hebben we het afgewend, maar zo'n dreigende val van een demissionair kabinet op gronden waarvan je denkt, waarom? Is niet goed voor je humeur. Nee. Heeft u toch op een gegeven moment wel moeten zeggen, ja, eigenlijk wil ik dat ook niet, dat opstappen uit dat demissionaire kabinet? Als ik dat gewild had, had ik het al heel lang kunnen doen. Ja. Waar dat het nou is ook zo. Ja. Weet je bent bijna klaar, we hebben geweldig samengewerkt. En dat ik zou het echt verschrikkelijk hebben gevonden als het op zo'n manier was geëindigd. Ik ben dus ook heel blij dat het niet zo is geëindigd. Nou, het was natuurlijk tijdens de crisis best wel regenachtig. Oh, ja. Wow. Waar is Buma? Hebben jullie het lekkere weer meegenomen vandaag? Ja. Ja, maar meneer Heer, maar deze paraplu is ernstig te klein voor uw omvang. Dat moet ik wel even in beeld brengen. Dit ja, is, nee, de vraag dit was, nemen we een paraplu die functioneel is, eentje waar het partijloop op is. Helaas hebben we voor het laatste gekozen. Kap, zoals bij de kapper. Ja, het was eigenlijk een soort pet op een stokje. Is het ook niet, ze hebben dan vandaag, of de afgelopen week hebben ze maar, hebben ze maar 2 dagen. Moet echt gaan. Hè? Joost moet bijna gaan. Zin, Hans, ga je lekker. Ja. Ik laat jullie even alleen met deze twee. Ik heb echt helemaal... Joost is er weer bij 23. Woep. Hij dreigde er al een tijdje mee. Ja. Maar nu is het zo, echt... Het is echt kapot stuk nu. Ja. Gebroken. Ja. De inhoud. Zijn ze ook niet aan het temporiseren? Dat zijn eigenlijk al lang, eigenlijk bijna klaar. Maar we willen het gewoon over. Ze zijn best wel ver. Maar er moet ook nog echt wat gebeuren. Ik heb gisteren gehoord dat er zijn dan buiten die tafel waar die partijleiders aan zitten, zijn er nog verschillende tafels bezig. Bijvoorbeeld justitie, sociale zaken. Die moeten ook nog dingen afspreken. Dat komt dan naar die onderhandelingstafel en daar moeten ze dan weer verder over onderhandelen en de finale klap erop geven. Maar dat kan dus nog even duren. Reclame! We zijn natuurlijk super goed bezig op Instagram. Ondertussen zijn wij en Joost zijn wel de grootste politieke duider, de Harry's, op Instagram. Xander VD Wilp, NOS en Vince Driebergen en Joost Vullings. Leuk dat je keek, tot volgende week. Ik denk dat dit het niet haalt. Nee, dit haalt het niet. Dus de telefoon gaat. Weer een nieuwe volger. Ja, wat leuk dat je belt. We hebben een substantieel aantal kijkers, dus die kunt u even de groeten doen. Ik wens iedereen het beste en mochten de leerkrachten bij zitten in het basisonderwijs, volgend jaar gaat het salaris iets omhoog. Just move on up toward your destination.